Nou, Else, hey, we lopen hier in de prachtige natuur en we gaan het dadelijk hebben over Kick Force Casper. Maar wie is Else Klomps eigenlijk? Wie is Else Klomps? Ja, Else Klomps, geboren, getogen in Winterswijk. Getrouwd met Wim al jaren. Moeder van 3 kinderen, oma, gewerkt in het onderwijs. En, actief geweest in Winterswijk op allerlei gebieden? Ook, ja. Doe wat dingetjes voor het museum en voor de Winterswijkse uitdaging. Samenrijderspunt, Winterswijk in beweging. Nou ja, dat soort dingen. Else, je hebt heel veel gedaan, ook in Winterswijk, hè? En zo opeens is Kick Force Casper geboren. Misschien komen we hem zo nog wel tegen in de vijver. Hoe is dat zo gekomen? Nou, hij is niet zomaar ineens geboren. Ik schrijf eigenlijk al van klein af aan verhalen, verhaaltjes. En dan ben ik steeds meer gaan doen. En toen was ik een keer aan de kust op vakantie. En dan had ik een prachtig verhaal in mijn hoofd over Ferdinand Vis en een meeuw. Maar ja, wat moet je met een meeuw in de Achterhoek? Dat wou niet zo. En ik wilde heel graag de kinderen hier iets geven in onze eigen taal, wat ook hier leeft. En toen kwam ik dus op Kick Force Casper uit. En wanneer is Casper geboren? Ik denk dat hij in 2021 geschreven is. En in 2022 heb ik het boek gemaakt. Nou ja, eind 2022 is hij echt als boek verschenen. En je hebt naast het schrijfwerk heb je ook de illustraties zelf verzorgd. Ja. En nu is er een liedje gekomen. Ja. Er is iemand op je pad gekomen die zei van Else, ik ga er een lied over maken. Nou, dat heeft ze niet eens gezegd. Dat was wel heel mooi. Ik was in Rotterdam. Ik zou daar een vriend treffen in een horecagelegenheid. Want hij wou graag dit boek hebben. Dus ik ben met een paar boekjes in mijn tas naar Rotterdam gegaan. En Marijke Ziegler was daar ook in die horecagelegenheid bij dat gezelschap. En die zag dat boek. En toen zei ze van, dat boek wil ik hebben. Toen zei ik, ja, nou ja, ik heb alleen maar een inkijkexemplaar meer. Ja, nee, ik wil dat hebben. En toen kreeg ik een paar dagen later, via de mail, een eerste opname. Dus ze had spontaan een liedje erbij gecomponeerd. Ik wist niet dat Marijke Ziegler muzikant en componiste was, maar het bleek dus wel dat ze dat wel is. Dus gewoon, en ik vond het liedje te leuk om op de plank te laten liggen, om het alleen tussen Marijke en mij te laten zijn. Ja, en dat zit inmiddels ook op YouTube? Het staat inmiddels op YouTube, in het Nederlands ook, in het Achterhoeks. En zometeen voor de scholen is het ook te beluisteren in een karaokeversie en een meezingversie. Nou, na het liedjesavontuur gaat Casper ook het onderwijs in, Else. Wat gaat er gebeuren? Nou, bij het prentenboek en het liedje wordt lesmateriaal ontwikkeld. En daarmee kan Casper dus gewoon ingezet worden in het onderwijs. Kun je een opdracht noemen die gerelateerd is aan Casper? Ja, nou, er zit een opdracht bij over hoe je erop kunt bewegen. En omdat je het al bij de jongste peuters zelfs al in kunt zetten. Bijvoorbeeld welke bewegingen je kunt maken of hoe je ze mee kunt laten doen. Maar er komt ook een zoekspel bij. Dus de kaartjes kun je verstoppen en dan kunnen de kinderen het opzoeken en dan noem je het woord in het Achterhoeks en in het Nederlands. En dan maak je heel mooi een koppeling tussen twee talen. En dat is heel goed voor kinderen, voor de ontwikkeling van het brein. Wat zit er in de planning? Krijgt Casper nog een broertje of een zusje? Of heeft hij er misschien al een? Ik weet niet of er nog een broertje of zusje bij komt. Je moet eigenlijk wel een goed verhaalidee hebben. En er is al wel in Wiesneus, dat is een onderwijsblad of een methode om kinderen in aanraking te brengen met het Achterhoeks, is al wel een verhaal verschenen over een kikvos in gevaar. En dat zou dus een broertje of zusje van Casper kunnen zijn. Kikvos Casper zit geneugelijk op een blad. Kwak, kwak, geniet van leven. Ha, wie dit mee was. Waar is het toch heerlijk, de kikvos te wennen aan de rand van een viever, mag geen wen. Waar is het toch heerlijk, de kikvos te wennen, hier op mijn blad, hier wil ik wen. Moor in de witte dreigt een groot gevoel,
Ne stork op hoge putten stil al kloor. Stilleke stappen kunt er heel kort aan. En dan, en dan, en dan, o man, o man, o man.